Nou, we beginnen met kaliumjodide. Om daar 0,75 gram van af te wegen. Dat heb ik al gedaan. Dat ligt op het weegpapiertje. Dat doe ik dan in een bekerglaasje. En dan vullen we dan aan tot 20 milliliter. En gaan we even roeren dat goed oplost. Roeren met een roerstaafje van glas. Daarna gaan we 20 milliliter waterstofperoxide, 35%, doen we in de maatcilinder. Net genoeg. Niks uit de voorraadvat te pakken. En dan doen we een beetje afwasmiddel bij. Dan gaan we schudden. Een beetje mengen. En nu gaan we de kaliumjodide oplossing toevoegen. Kijk wat er gebeurt. Ja, daar is de pan uit. Reageert. De jodide treedt op als katalysator en H2O2 waterstofperoxide ontleedt in water en zuurstof. Dat geeft een schuimeffect, zeker als je er zeepsop bij doet.
De schuimvorming verloopt nou iets trager. Niet echt scherp.